En welkom terug in de digitale mediafabriek bij de Hextreme Team. Vandaag hebben we als gastspreker Meindert Venema, hoogleraar politieke theorie aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Meindert, welkom. Leuk dat ik hier mag zijn. Helemaal welkom. Uw interessegebied ligt in de hoek van de anti-immigratiepartijen en immigratie. Hè? U bent een aanhanger van de multiculturele samenleving in Nederland. Is dat vertrouwen in die samenleving toegenomen? Nou ja, die u samenleving... gelooft in de multiculturele samenleving? Nou ja, ik geloof in multiculturalisme als beleid. Niet zozeer in die samenleving. Kijk, die immigratie is op gang gekomen zonder dat iemand daarover geraadpleegd is. En nagedacht heeft. En het is en eigenlijk ook niet nagedacht heeft. En toen zaten wij opeens met bijna een miljoen immigranten. En dan is de vraag, wat doe je dan? Nou, je kan niks doen, dat is vaak het beste. Maar als je wat wil doen, dan moet je realiseren dat je in een land leeft waar groepen wonen met verschillende culturen. En ik heb dat nooit zo moeilijk gevonden, omdat ik zelf een diaspora-Fries ben. Dus ik ben opgegroeid in een Friese enclave in Zeist. En daar speelden eigenlijk alle debatten al. Alle problematiek was er ook. Ja, er was in onze Friese samenleving was een heftig debat over de vraag of je nou Hollands moest gaan spreken, want dat was beter voor de kinderen, of dat je Fries moest blijven spreken thuis. En mijn ouders waren van de stroming die zei van onze kinderen kunnen heel goed twee talen leren en ook spreken. Dus wij blijven gewoon Fries spreken. En de kinderen die dus uit gezinnen kwamen die assimilant waren, daarvan vonden mijn ouders het toch altijd wel prettig dat die het niet zo goed deden op school. Ja. En dan zeiden ze tegen elkaar, nou die ouders hebben er anders alles aan gedaan. Maar ja, het heeft toch niet geholpen. U zegt eigenlijk een beetje van, doe maar niks, het komt wel goed. Kwestie van tijd. Ik denk dat culturele beleid dat niet zo erg veel om de hak heeft. En dat je. Ik ben zelf wel tevreden met het beleid wat gevoerd is in zaken die groepen. En als Angela Merkel dan een paar maanden geleden zegt van de multiculturele samenleving is mislukt, is gescheiterd in Duitsland. Vindt u dat verantwoord dan een politicus dat op dat niveau zegt? Of denkt u, oh mevrouw, ben je dom bezig? Ja, ik vind het een lege zin. Want hoe bedoel je, de multiculturele samenleving is mislukt. Wat is dan een multiculturele samenleving die geslaagd is? Begrijp je? Dat is mijn probleem een beetje. Ja, maar dat is heel interessant dat je dat zegt, Meijert. Als je het eerst hebt over dat je zou moeten consulteren voordat je begint met immigratie, dat is niet gebeurd. Ja. Er is wel degelijk beleid op immigratie. Ja. Dat is op dit moment zwaar bevochten. Ja. Vol is vol, allemaal van dat soort uitspraken in de wereld. Wordt ook vooral door populisten veel aangehaald, want die hebben daar toch succes mee. Ja. Wat je in Nederland ziet, en ik wil ook graag even afdalen van de Duitse platform naar Nederland, dat hele volkswijken veranderen. Ja. Vind jij dat er wel degelijk beleid moet zijn op het gebied van immigratie? En wat zou er moeten veranderen op dit moment? Ja, ik denk dat er wel beleid moet zijn op immigratie. En wat mij is altijd is opgevallen, dat mensen die links zijn en dus voor een ruimhartig immigratiebeleid, zich niet realiseren dat hoe ruimhartig het immigratiebeleid ook is, je zult altijd schrijnende gevallen houden. En altijd mensen die liegen om er toch in te komen. Dus er zijn, zodra je zegt, er zijn grenzen, dan hou je de kwestie Bauro of de kwestie Ayaan Hirsi Ali of andere tragische gevallen waarvan iedereen zegt, ja, die had nou ook wel binnen kunnen komen. Maar ja, de regel is nu een keer dat hij niet binnen mag komen. In de media wordt dus rond de kerst van dit jaar werd aangegeven dat GroenLinks vond dat het angstvallig stil was rondom Mauro. Ja. Vind je dat beleid moet veranderen? Moeten grenzen worden opgerekt? Of zit je eigenlijk vanuit je functie meer op het niveau van er zijn grenzen en dan moet je je aan houden? Dat is gewoon het debat dat Nederland moet zijn. Ik denk wel dat je aan regels moet houden.
En ik denk dat die regel die ten aanzien van Mauro geldt, een hele bizarre was natuurlijk. Er is een tijd geweest dat ouders hun kinderen zonder identiteitsbewijzen op een vliegtuig zetten, in de hoop dat die kinderen daar zouden kunnen blijven waar ze aankwamen. En dan een beter leven zouden hebben als wat ze zouden hebben als ze niet op een vliegtuig gezet werden. Dat is vaak een enorm familieproject geweest, want zo'n kaartje moest toch opgebracht worden. Dus het waren meestal ze toch middenklasse familie die dachten van, nou ja, laat één van ons het maar proberen. Als het hem lukt, dan kunnen we misschien nog meer mensen daarheen sturen. Als het hem niet lukt, nou ja, dan zal hij wel uitgewezen worden, dan zien we wel verder. En om dat tegen te gaan, moet je maatregelen nemen. Als je het hebt over het beleid in Nederland, heb je enig idee hoeveel duizend mensen er per jaar deze kant op komen en blijven? Hoe groot is dat probleem? Want het wordt heel erg groot gemaakt. Het is sinds Job Cohen die immigratiewetgeving enorm aangescherpt heeft, is het probleem niet zo groot meer. Maar wat is groot en wat is niet zo groot? Nou, de 150.000 die erin komen, daar zijn er heel veel Duitsers, expats, Europeanen van, noem maar op. En dat praat over de probleemgebieden zoals die genoemd worden, Turkije en Marokko en Afrika en weet ik wat. Dan zit je in de tientallen duizenden. Maar is dat veel? Mijn dat is dat veel. Dat is niet veel, omdat het voor bijna allemaal gaat om importbruidegommen of bruiden. Waarom wordt daar in de politiek dan moeilijk over gedaan? Nou ja, het eilt na. Kijk, in de jaren 80 en 90 mocht er eigenlijk niet over gedebatteerd worden. In de jaren 80 is die gezinshereniging is uit de hand gelopen, dat kan je rustig vaststellen. Daarna is er een enorme vluchtelingenstroom op gang gekomen. Daarvan kan je niet zeggen dat niet had gemoeten. Ik bedoel, die mensen waren in het algemeen werden bedreigd. Het probleem was natuurlijk wel dat ook mensen bedreigd werden die zelf moorden op hun geweten hadden en die om die reden zich als vluchteling melden. Dus de menselijke kant van de zaak is in alle gevallen bijzonder moeilijk. Wat mij altijd heeft gestoord, is dat er niet op een normale wijze kon worden gediscussieerd over wat we nou moeten doen. En dat is nog steeds zo, want het grappige is dus eigenlijk dat Job Cohen, die durft zich niet erop voor te staan, dat hij degene is geweest die de immigratie een halt toegeroepen heeft in juridische zin. Dus men doet dat eigenlijk een beetje stiekem. En dat geeft aan hoe moeilijk die problematiek in Nederland ligt. Onderdeel van jou, mag ik inmiddels zeggen, van jouw studie of van jouw achtergrond, is dat je bezighoudt met anti-immigratiepartijen. Je hebt onder andere ook een boek geschreven over Wilders. Ja. Geert Wilders, de tovenaarleerling. Ja. Was dat boek een poging om hem te ontmaskeren? Of was je ook een beetje gefascineerd door dat fenomeen Wilders? Nou ja, nee, ik heb helemaal niet. Er viel niks te ontmaskeren. Je schrijft een boek over. Ik schrijf een boek omdat ik het. Ik vind het een prachtig thema om een boek te schrijven over iemand die uit een gewone partij komt, weliswaar helemaal op de rechterflank, die door een combinatie van factoren die hij zelf maar voor een deel in de hand heeft, uit die partij raakt, dan gewoon zegt, ik ga door. Iedereen lacht hem uit. Iedereen denkt, dat wordt niks. En dan de grootste partij dreigt te worden. Zou je dat vervelend vinden als het de grootste partij wordt? Ik zou dat vervelend vinden, ja. Om welke reden? Nou ja, omdat hij, ik ben links en hij is rechts. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En ik vind het voor de democratie op zichzelf fijn dat hij er is. Omdat nu veel meer mensen het gevoel hebben dat ook zij vertegenwoordigd worden in het parlement. Niet over de hele, maar misschien maar wel op een aantal voor hun cruciale punten. Maar ik ben bijvoorbeeld voor een federaal Europa. Nou, Geert Wilders is dat niet. Als we het hebben over die links-rechts verhoudingen, je geeft aan dat Wilders rechts is en jij met links. Hoe moet links in Nederland de macht weer terugkrijgen, volgens mij? Nou ja, is het de vraag of links de macht wel terug moet hebben.
Want het is nog maar de vraag, oh, begrijp je, ik ben wel links, maar ik weet niet of ik nou graag links toevertrouwen de macht helemaal zou willen hebben. Dus dat is al één. Je moet ook weten wat je beperkingen zijn. En op het ogenblik is het natuurlijk zo dat links zichzelf moet afrekenen op een aantal vooronderstellingen die men... Die nu opbreken. Denk je dat als, stel, verkiezingen volgend jaar, ja. Iedereen praat er inmiddels over dat volgend jaar toch waarschijnlijk dit kabinet gaat vallen, er komen verkiezingen, links krijgt een opleving, krijgt een meerderheid, komt in de regering. Nee, dat is niet zo. Maar de vraag is toch een beetje van, stel links haalt het op een of andere manier. Denk je dat ze dan doorgaan op de oude leest, of ja, dat ze toch een andere koers gaan varen? Ja, dat denk ik. Ik denk dat ze gewoon doorgaan op de oude leest. En dat vind je dat goed? Of nee, dat vind ik niet goed. Dat vind ik niet goed, omdat ik denk dat we wel toe zijn aan het echt doordenken van een aantal fundamentele problemen die te maken hebben met de sociaal-economische orde, met het hele begrip burgerschap. Op het moment dat dat burgerschap niet, dat concept niet meer aan één etnische groep kan worden opgehangen. En van hoe gedraag je als burger? Als je er niet meer vanuit kan gaan dat je op een groot aantal terreinen een common understanding hebt. En eigenlijk betekent het dat je een burgerschap moet grondvesten op het idee dat de andere een vreemde is. En dat geldt voor iedereen. Iedereen is vreemd in Nederland. Ja. Want een Nederlander bestaat niet. Nee. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de... We gaan afronden, Meijner. Dat vind ik wel... Dat is wel reëel. Dat is een uitdaging. Nou, ik weet niet of die vorm misschien van... Misschien thema voor de voorbies toe. Ja, misschien is dat burgerschap die er in de toekomst gaat komen. Ik ga afronden. We gaan naar het volgende item over. Kunt u straks ook terugzien op diehekstreamteam.nl. Dank u wel en graag tot zo bij het volgende deel met deze spreker. Dat is de biechtstoel, zoals Geert al zei. Voor meer informatie over deze uitzending, maar ook audio- en fotostreams, bezoekt u www.tht.nl. Dank u wel.